In de Achterhoek ga ik langs bij Jos en Dieke. Ze werden verliefd tijdens Boer Zoekt Vrouw en zijn na ruim 9 jaar nog steeds heel gelukkig. Op zakelijk gebied hebben ze het roer behoorlijk omgegooid. Omdat het grootschalige akkerbouwbedrijf van Jos al een tijd lang niet rendabel was, zijn ze rigoureus geslonken en doen ze al het werk met z'n tweetjes. Van het repareren van machines tot het afleveren van de pootaardappelen. Dit zijn geen aardappels die wij dadelijk allemaal opeten, toch? Nee, dit zijn de moederaardappelen voor dus het uitgangsmateriaal. Hier komen weer kleine aardappeltjes aan. En jij staat gewoon uren zo naar die dansende aardappels te kijken. Ik zeg je, dan word je ook wel... Je gaat op een aardappel lijken, je moet het niet te vaak doen. Je moet het echt niet te vaak doen. Dat is niet goed. Maar hoe vaak sta je hier achter? Nou, in de winter wel veel, ja. Maar het lekkere is wel, doordat we nu doseren in ons bedrijf... als we er geen zin meer in hebben, dan kijken we elkaar 1 keer aan. Meer hoeft niet. En dan trekken we de stekker eruit. En dan gaan we gewoon wat anders doen. En dan ga je morgen weer verder? En dan gaan we morgen weer verder. Jullie doen het helemaal met z'n tweeën nu? Wij doen het met z'n tweetjes. Maar dat betekent dat jij wel kennis van aardappels, gladiolen... en dan moet je allemaal wel even bijspijkeren. Ja. Dat is leuk, hè? Die kans heb ik allemaal gekregen hiervan. Zo zie ik het dan, hè? En je moet er natuurlijk een beetje feeling voor hebben, hè? En heb als het jij je een geen beetje... bal interesseert? Ja, Jos zegt van wel. Ja? En je moet het ook een beetje koesteren. En wat is dat dan? Dat je probeert om een gezond gewas uiteindelijk af te leveren. Het is wel een natuurproduct en dat vind ik heel erg leuk. Het hele proces vind ik ook heel erg leuk, hè? De grond bewerken, zorgen dat het... dat er een bedje komt waar ze in kunnen, dat ze zich daar lekker in gaan voelen. Heel veel bidden naar de lieve Heer, dat hij ons gunstig gezind is met het weer, dat ook. Alsjeblieft een beetje regen of een beetje minder regen. Ja, want een aardappel in de bodem, die kan niet al te lang onder water staan, hè? Dan verrot hij gewoon. Je bent gewoon van aardappels gaan houden. En niet alleen van aardappels, ook van gladiolen. Tijd om die bollen te gaan planten. En ga jij daar nou serieus achterop? Ja. Ga je mee naar achterop? Nee. Ik ben gewoon bang, hè? Je bent niet zo stoer. Hallo, het bollenmeisje. Je bent gewoon je bollen aan het aaien. Ja. Dat. Schat, kom. Jos. Hij doet niks. Jij moet op een knopje duwen. Ik doe wel wat. Jij weer omhoog. Nou, lekker dan. En jij kan haar gewoon alle kanten opsturen met een knopje. Ja. Zit er wel stroom op nu? Nee. Maar is hij wel aan? Nee. Maar ik snap het niet. We hebben hieronder ook nog een stekker. Ik zit met een stroomstoring. Dat is al. En dan sta je met z'n tweeën in het land. Met een dreigende bui. Ja. En duizend bollen. Ja. Zie je nou wat voor spannend leven ik heb? Ik weet niet of ik die stekkers verkeerd om heb gedaan. En dat ik dan als gevolg... Ja, hij doet iets! Niet iets zinnigs. Ja, hij doet iets, echt serieus. Hij doet iets. Hij doet het. Hij doet het. Wat heb je gedaan? Had je verkeerd om. Oh. Kijk. En dan zeg je natuurlijk als vrouw wijselijk niks. Dat werken met z'n tweetjes is even wennen, maar erg leerzaam. Waar Jos eerst personeel had om het echte grondwerk te doen, zit hij nu samen met Dieke op de trekker. Het is hoe dan ook een enorme omschakeling en een grote stap. Ja, op een gegeven moment kon ik die aardappelen niet meer verbouwen om de kostprijs nog beheersbaar te hebben. Ik kon er geen boterham meer aan verdienen. Maar je had personeel, je had machines, je had een heel groot bedrijf en je verdiende geen ene klap. Niks, nul, niente. Maar waarom doe je het dan? Ja, waarom doe je het? Je gaat... Op een gegeven moment ben je ook niet het type om me zo op te geven en dat kun je ook niet. En de ellende is, en dat hebben heel veel boeren, die vinden het werk zo leuk. En hoeveel kleiner ben jij nu dan 6 jaar geleden? De helft? Ja, nog kleiner. Nog kleiner dan nu? Ja. Ik zit nu op totale bouwplan rond de 40 hectare, 45 hectare. En je zat? 250. Oh! Ja.
Jullie verdienen nu meer. Ja. Je hebt geen geldzorgen nu je veel kleiner bent. Ja, we hebben heel veel vaste lasten natuurlijk tot het minimum teruggebracht. En we zien ook dat het grootschalige niet altijd brengt wat je er zelf graag van wilt zien. Ik moet even achterlijk alles in de gaten houden. Het duimpje hier omhoog van de directrice. Nee, maar in de zomer hebben we nog wel Poolse mensen die plukken doen. En de rest doen we alles besteed. Maar er is toch een enorme verandering in jouw leven? Ja, dat is toch. Van een grote boer met personeel en heel veel grond en allerlei apparaten en machines naar jij met Dieke samen alle arbeid weer zelf doen. Ja, en ik wil ook niet anders. Dit is toch ook het leukste wat we doen. Gewoon lekker op de akker. Je vertrouwt zo'n bol aan de aarde toe. Wekelijks kijken van wat groeit er. Onkruidbestrijding doe je zelf. Maar eigenlijk ben je dus van toch een beetje manager weer echt boer geweworden. Ja, ik zit nu ook weer zelf op de trekker. En minder op kantoor. Dus de keuze die we gemaakt hebben is voor ons gewoon goed. Gaat ie goed? Wat een mooi veldje.